Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een nieuwe F1 2020 My Team. Jullie hebben de vorige keer kunnen stemmen of we elke dag My Team 25% uploaden of elke dag F1, maar om de dag F1 My Team met een 50% race. En het heeft net gewonnen dat jullie om de dag een 50% My Team winnen. Het heeft met 52% gewonnen. Dus we gaan dus nu om de dag My Team doen. Tussendoor komen natuurlijk andere F1 video's. Zoals For Meme 1, Thomas heeft F1 gedaan. Ik ga allemaal tips en tricks geven over ABS, assist en noem het maar op. Maar vind je My Team dan leuk? Smash vooral dat blauwe duimpje omhoog jongens. 1000 likes zal super nice zijn. Abonneer natuurlijk als je nieuw bent. We gaan naar die 90.000 abonnees en dan naar die 100.000 en dat is super super awesome. En zet meteen dat belletje aan zodat je geen enkele video mist. En meestal uploaden we elke dag om 3 uur. Dus hou dat sowieso in de gaten, want soms doet het belletje niet. Maar de belletjes gang is strong. Het is alweer tijd voor race nummer 18. Het seizoen zit er gewoon alweer bijna op. Holy damn. Maar we gaan naar Japan, dus laten we meteen gaan beginnen. En daar zijn we dan weer. We gaan onze sponsoren beheren. We hadden Neon, Sudu en Alkens Energy. En ik denk dat ik Neon en Sudu sowieso ga, opnieuw ga signeren. En Alkens Energy moeten we even checken, want die was niet heel erg interessant. Oeh, Zanzar is een podiumpositie. Nou, die halen wij de laatste tijd wel. 633 doelbonus. Nou, die gaan we halen. En dan hebben we hier Xenon. Dat is ook een podium. Nou, die halen we meestal wel. Gaan we gewoon big boy moves. Xenon erbij. Weer een podium. Onze auto is snel, jongens. En dan ga ik hier toch voor Sudu. Want soms hebben wij met de kwalificatie een beetje probleempjes. Maar snelste ronde, die halen we sowieso altijd. Dus hoppakee, pakken we die ook erbij. De versnellingsbak is heel erg gaar. Dus wij moeten een nieuwe pakken. De vorige keer hadden we daar heel veel problemen mee. Heb je dat nog niet gezien? Check het zeker uit. Eigenlijk moet je er 6 races mee doen. We hebben er 5 races mee gedaan. Maar we moeten een nieuwe pakken. Dus krijgen we echt een gridstraf? Ik kijk dadelijk even of ik, zeg maar, als ik naar Japan ga, of het dan werkt. En anders dan hebben we een gridstraf voor deze race. Wauw. Dan gaan we even de activiteiten invullen voor deze keer. Persronde, sponsor, R&D. Nou, ik even kijken. Deze doen we sowieso hier. En deze doen we hier. En dan hebben we eigenlijk alles vol. Dus hartstikke goed. Nou, dan gaan we maar beginnen voor deze keer. En dat is gelukt. We hebben hier een invitational event. En daar krijgen wij 150.000 munten en 1000 faam. Dus dat gaan wij heel snel eventjes doen. Om natuurlijk even een bonusje binnen te halen. Oké, we moeten de race voltooien in minder dan 4 minuten 15. Dit is dus een race tegen de klok. En we moeten 3 rondjes doen met de Williams FW14B. Zo, en de uitdaging hebben wij voltooid. Dus wij krijgen lekker die bonus. En gaan weer wat vooruit met dat level. En hier zie je nog een keer het doel behaald. Dus laten we lekker doorgaan. En we hebben ondertussen weer 17 miljoen, hè. 17 miljoen. Ik denk wat aan de fabrikage doen. Zodat we met de regelchanges dadelijk even wat meer kunnen doen. Of nee, volgens mij boeit dat niet zoveel. Maar we moeten iets doen met het geld, jongens. Dus doen we die. En of zou ik gewoon ook de kwaliteitscontrole doen? Want dan staat deze ook klaar voor spec 3. Oh, volgens mij wordt die zelfs al spec 3 als we deze doen. Want we hebben deze al spec 3. Oké, interessant. Wist ik niet eens. Oké, dan spoelen we nu weer eens even vooruit en kijken of we dan... Maar nu zegt hij weinig geld. Eerst zegt hij hoog saldo, nu zegt hij weinig geld. Echt, jongen. Jeff, wat is dit voor een gedoe? Ja, we moeten die versnellingsbak echt gaan wisselen. Anders krijgen we straf. En dan moeten we die straf meenemen. Kom maar door. Oeh, en hier komen de regelchanges al. Dat de technische regelgeving komend seizoen gaat veranderen. Er bestaat een kans dat ons harde werk voor niets is als we niet opletten. Dus eens kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Coureurs, kijk naar de ontwikkelingen en laat ons weten wat je absoluut wilt behouden. Oké, jongens, het is zaak om echt alert te zijn. Ik ben benieuwd wat er veranderd wordt. Oh my god, jongens. De hele aero en de motor gaan naar de gitver. Hebben we echt letterlijk 15 upgrades die we moeten doen voor de regelgeving? Jesus Christ. Oké, nou laten we eens even kijken hoe ver we komen. Onderdeel aanpassen. Oké, het wordt wel... Kijk, het is dus niet dat we inderdaad moeten wachten. Oké, we moeten sowieso eerst, zeg maar, allemaal die
beginnende dingen. Ik ga eigenlijk ook wel even naar de motor al. Want zoals je ziet, we zitten nu al op de helft van onze R&D points. En we zijn echt nog nergens te bekennen. Dan hebben we hier ook de motor. En daar gaan onze R&D points. Nou, dit was het eigenlijk al wat we konden doen. Dan hebben we nog 3 dingen die we moeten doen bij de motor. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dingen die we moeten upgraden bij de Arrow. Dus dit is wel best wel een klap. Dit is echt wel een klap voor het team hoor jongens. Maar we hebben nog 60 dagen. Dus we zijn voorbereid. We hebben al wat dingen kunnen aanpassen. En ja, de rest moeten we dus nog doen. Ik ga nu even snel training doen. Dus ik zie jullie daarna weer. Zo, dan hebben wij 590 punten. Norris heeft 330 punten. We hebben weer 1000 punten om aan die regelgeving aan te passen. Want dat moet wel gebeuren. En dan gaan we dus weer verder met de upgrades. Hier een beetje van 300. En dan hebben we alweer niet genoeg. Oh, deze kan net nog. Oké. En dan ga ik nog even de motor upgraden. Even wat verse onderdeeltjes. En we hebben natuurlijk die nieuwe versnellingsbak. Dus wij gaan lekker beginnen. En we moeten ondertussen al een beetje gaan nadenken over ons volgende teammate. Blijven bij Lando. Gaan voor Max Verstappen. Laat even weten wat jij denkt dat tof is in de reacties. Klaar voor de kwalificatie. En ik ben sponsors vergeten te zetten op mijn auto. Dat is altijd met nieuwe sponsors. Of als je die contracten aanpast, dan gaan opeens al die sponsors weg. Dat is super irritant. We hebben een custom autoafstelling. Dus wij gaan zo meteen gewoon lekker ons eerste rondje rijden. En dan is dat hopelijk al snel genoeg. Kvyat, Norris. Gaan er verder nog Ricciardo. Ocon. Ik kijk even wanneer de topteams naar buiten gaan. Daar gaat Bottas. Russell. Oké, ik ga nu naar buiten voor een rondje. Oké, in onze eerste ronde. Oeh, dat is maar P10. 2/10 achter Pol. Is het zo close? Kijk hoe dicht het veld bij elkaar zit. Wow. We gaan eigenlijk nog een keer naar buiten op dezelfde band. Die is wel een beetje versleten. Maar als de baan beter is, dan is het all good. Nou, precies de tijd die de slijtage zeg maar, van de band afhaalt. Die hebben wij dus. We hebben geen verbetering, maar we zijn wel door naar Q2. Nou, Norris is P3 en wij zijn P12. Maar het was niet echt een heel clean rondje. En als we daar 15e afrijden, dan zijn we ongeveer al P5, P6. Dus laten we kijken of dat gaat lukken. Ik denk dat ik eerst eens een rondje op de gele band ga rijden. Die is ongeveer even slecht als de band die we in Q1 hebben gebruikt. En dan gaan we voor de zekerheid later op een rode band om te kijken of het nodig is. En onze tijd op de gele band is een P9. Ja, dat is dus niet goed genoeg. Ja, we gaan dadelijk op de rode band onze tweede run doen. Dus laten we even kijken wie allemaal op de track is en wanneer iedereen voor die nieuwe run gaat. There we go. Laatste run met verse rode bandjes. Let's go. En we hebben ons rondje flink kunnen verbeteren. Is het goed genoeg? Het is goed genoeg. Nou, Norris die kan misschien wel pole halen. Dat is helemaal goed. En wij zitten er nog 14e achter, dus het moet gewoon beter. En de baan was net ook een beetje koud. Dus wij hadden niet echt een allerbeste run op die softband. Verder zie ik dat Ricciardo en Max Verstappen gewoon uit de sessie zijn hier. Wow. Zo, en dan hebben we nog 2 sets versus softs voor de laatste kwalificatieronde. Dus laten we even kijken. De eerste gaat nu naar buiten. Ja, wij gaan ook voor onze eerste run nu. En dan kunnen we daarna nog op een verse set banden een tweede run doen voor de kwalificatie. De snelste ronde is neergezet en wij zijn P6. Dat is niet snel genoeg, maar gelukkig hebben we nog een set banden. Zo, dat was een slecht rondje voor mij zeg. Oeh, dat moet echt 14e minimaal sneller. En dan rijden wij er nog 16e vanaf. En dat is een heerlijke kwalificatieronde. Vettel gaat gewoon 14e sneller dan iedereen. En dan hebben we Norris en Hamilton. Wij staan net op die vierde plek, maar wel voor Bottas, Leclerc, Albon en ja, dat is wel prima. Ja, en Vettel die had een goede ronde, dus die rivalry die gaat een beetje meer zijn kant op, maar we staan nog steeds 2 punten voor. Welkom op het prachtige Suzuka International Circuit op een steenworp afstand van de Isebai in het prachtige Japanse landschap. Welke verrassingen wachten ons vandaag in de Japanse Grand Prix? Acht teambochten vormen een ronde van de ongelofelijke figuur 8 van het circuit van Suzuka. Met 10 naar rechts en 8 naar links over een afstand van 5,8 kilometer.
De gemiddelde rondesnelheden zijn hier vrij hoog. Verwacht ergens in de buurt van de 220 km per uur, als het droog blijft. Bas van Damme, zoals altijd, weer naast me voor de race. Zullen we McLaren bespreken? Wat vind je van de prestatie tot nu toe in dit seizoen? De sfeer binnen het team is momenteel heel positief. Iedereen is goed geluimd en heeft veel plezier in wat ze doen. En dat heeft zeker bijgedragen aan de prestaties die we hebben gezien. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Sebastian Vettel begint op pole na een fantastische kwalificatie voor de meervoudig wereldkampioen. En Lando Norris stelt daarnaast op. Door naar de rest van de grid hebben we Hamilton, Bottas, Sergio Perez en Leclerc, Albon, Russell, de eigenaar-coureur. Zij hebben een grid penalty. En Kimi Raikkonen, Ricciardo, Stroll, Max Verstappen en Ocon, Giovinazzi, Fiat, Pierre Gasly en Kevin Magnussen. Grosjean, De Vries, Latifi en Carlos Sainz begint aan het einde van de grid. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? En dan staan we klaar op de startgrid, jongens. We hebben een 5 plekken grid penalty gehad voor die versnellingsbakwissel. Maar ja, hij was 92%. We konden er niet meer mee door. Dus daardoor zijn we van P4 naar P9 gegaan. Lando staat volgens mij wel nog op P2, dus dat podiumpje moet wel goed komen. Onze race-strategie is 10 rondjes op de soft en 17 op de medium met 28 ronden fuel. Dus één stoppertje gaan we doen. Laten we hopen dat dit gewoon helemaal goed komt. Oké, en daar staan we, jongens. Lights go out. En ja, we zijn weg met de Grand Prix van Japan. We zijn al voorbij aan Albon. En waarom gaat Perez hier op de rem? Are you crazy? En hier hebben we Albon, die is ons weer voorbij. Klein momentje, daar we gaan iets te vroeg op het gas. En hier in de S's zitten we in een slecht flow. Oeh, we lopen goed in. Dus laten we eens even kijken wat we hier nog kunnen doen. We rijden ondertussen op P8. We hebben dus één plekje gewonnen. Maar het is nog niet voorbij. Het is net begonnen. En we gaan hard. We gaan snel, dus ik heb een goed gevoel erbij. Hier kunnen we weer naast Albon. En we duwen hem een beetje wijd. Well done, mate. Nice start. P7. Twee plaatjes in de pocket na een paar bochtjes. En we lopen in op Perez. We zitten daar al heel dicht op. Kunnen we hier flat out nog? Ja, dat gaat nog net. En dan gaan we hier ernaast. Hij zit aan de binnenkant. Wauw, ruimte voor hem. En we zijn er langs. Buitenom gewoon, jongens. Buitenom bij de Racing Point van Perez. En Norris die ligt nog op P2. Hij heeft Hamilton, Bottas en Leclerc best wel dicht achter zich. Dus daar moeten wij even druk op gaan zetten. Zodat hij niet in gevaar komt. Want hij moet dat podium zeker houden. En wij moeten daarmee helpen. We lopen goed in op Bottas. Hij is net al ingehaald door Leclerc. En misschien kunnen wij hem ook al hier dadelijk pakken. We lopen echt goed op hem in. En we zetten hem hier weer buiten ernaast. En we zijn er langs. Nice work. Let's go, Jeff. Let's go, Jeff. We moeten binnen die DRS van Leclerc blijven. Dat is nu even heel belangrijk en cruciaal. Hij heeft natuurlijk slipstream daarvoor. Dus dat is wat sterker. En Norris, die is de plek verloren. Oh, en daar gaat Leclerc. Daar gaat Leclerc. Een geplofte motor. Oh, oh, oh. Wat gaan wij nu doen? Ronde 4. Ja, dat is echt wel heel vroeg om naar de pit te gaan of zo, hè? Jeff, geef me advies. Safety car komt zelfs. Oké. En ze zeggen ronde 4 pitten voor een nieuwe soft. En dan dadelijk weer naar de medium. Dat vind ik een beetje raar. Ik ga even kijken wat de mensen voor mij doen. Maar ik denk dat een E-stopper nu zeg maar wat makkelijker wordt. Omdat die banden dan iets minder slijten. En dan kunnen we nog steeds gewoon één stopper doen met de medium later in de race. Dus ik denk dat ik voor die current strategy blijf. Oké, even kijken. Die Ferrari blijft buiten. Hamilton blijft buiten. En Norris blijft buiten. Ja, wij blijven ook buiten. En dan hebben we aansluiting gevonden bij de safety car. Hamilton P1, Norris P2. Wij zijn op P3.
En Bottas achter ons P4. Dus ja, Mercedes power. Wij hebben ook Mercedes motors. Nou, Leclerc is dus net uitgevallen. En de andere Ferrari die is in de pitstraat gegaan. Die rijdt bijna achteraan volgens mij. Oké, we gaan weer beginnen. Nou, mijn banden zijn redelijk op temperatuur. Maar wij zetten ook de fuel weer op rich. En dan gaan we weer. Let's go. 1, 2, 3. En dan gaan we weer. Dit was best wel een goede herstart. Laten we eens even kijken wat wij kunnen doen. Hier gaan we gewoon achter ze aan. Door bocht 1. Oeh, Norris die zet hem naast Hamilton neer. En zijn wij nu... Oh, daar gaat hij. Hij breekt uit. Oh, wij ook. Ik dacht, ja, nu kunnen we hem pakken. Maar dat kon nog niet. En hier gaan we lang rechts stuk op. Kijken of wij Hamilton kunnen inhalen. En we kunnen hem al veel sneller inhalen als ik had gedacht. Klein liftje hier maar gedaan. En we gaan achter Norris aan, jongens. Kunnen we dan nu ons teammate pakken? Hij start natuurlijk op P2, maar we hebben echt een goede pace te pakken. Hier in ronde 7 staan we al P2. En wij moeten dadelijk natuurlijk wel gaan pitten. Dus even kijken wat Norris doet. En wat wij dan kunnen doen. Norris die rijdt toch wat weg. En onze grip die is een beetje aan het droppen. Dus ik merk dat wij niet meer zo hard door de bochten kunnen als wij zouden willen. En we zijn zelfs al uit de DRS hier bij Norris. Hamilton zit heel dicht achter ons. Dus wij moeten onze overtake button en die fuel goed gebruiken. Nu zitten we wel in de DRS zone, maar we zaten buiten detectiepunt. En DRS is natuurlijk nu pas weer aan. Deze sector is nu echt lastig met deze slijtage van de banden. Want je kan niet meer zo hard er doorheen als je gewend bent. Dus je moet echt een beetje dat doseren met het gas en alles, zodat je niet van de baan afschuift. En hier, hier had ik echt in zijn vijf gewoon moeten zitten. Hier hebben we veel tijd verloren. Hamilton komt snel aan. En dan gaan we onder het tunneltje door. Achter Lando Norris aan. Even wat overtake ERS voor die betere exit. Onder het bruggetje door. En dan gaan we hier weer door naar de laatste sector van het circuit. Norris heeft goede exits hoor. Wij gebruiken ook even die overtake om weg te komen van Hamilton. En we hebben de fuel bridge. In bochten is dat nergens voor nodig. Maar hier op het belangrijkste stuk gaan wij weer even knallen. En rijdt hij toch weer net weg, hè? Die schmiecht. Kom eens even hier, Norris. We moeten even een teamvergadering hebben. Dat is de snelste tijd van de race. Sector 2. Ook lekker een beetje keur pakken. Zoveel mogelijk recht door een bocht. En Norris die duikt naar binnen. Wij gaan de volgende ronde pas. Misschien gaat Lando voor de harde band. En Hamilton die gaat ook naar binnen. Dus oké. En wij duiken nu ook de pitstraat in. Dus nu is het moment van de waarheid. Waar komen wij terug op de baan? En heeft Hamilton een goede pitstop gehad? Of zijn wij aan hem voorbij? Verstappen en Stroll die blijven nog buiten. Hier komt de Ferrari van Vettel. En Albon. Ik zie. Waar is Norris? Daar komt Norris. En wij blijven voor Hamilton ook. Oké, we zijn zelfs voor Norris. Wat? Hebben we zo'n goede stop gehad? Nou. We hebben gewoon echt een goede pitstop gehad. We zijn een seconde sneller. Dus dit is wel chill voor ons. Niet chill voor Norris. Een beetje een streek van het team. Curbs altijd voorzichtig mee zijn. En ik denk dat Norris op de harde band zit. Dus dan lopen wij nu uit. Maar zitten wij misschien aan het einde van de race een beetje te struggelen. En daar zijn weer wat mensen in de pitstraat. Kunnen wij weer langs. En zitten we ondertussen weer terug op P6. Maar een hoop mensen voor ons, die moeten nog naar de pitstraat. En sommigen zullen zelfs
echt laat de pitstraat ingaan, die echt een rare strategie hebben. Ons volgende doelwit is Grosjean, we hebben DRS en alles. En ik denk niet dat dat een al te moeilijke overtake moet zijn, maar dit gaat misschien een beetje sketchy worden. Dus we blijven er hier nog even achter. En dan halen we dadelijk op een voorzichtige plek in. Of gaan we dadelijk hier gewoon in de S's aan hem voorbij. We gaan wel echt veel sneller. Kom op, rij even door, man. Ja, ja, we lopen goed op hem in. Kunnen we er hier al aan voorbij? Hij weet niet zo goed waar hij heen wil. Dan gaan wij binnendoor. En dan gaan wij hier flat out. Bam, jongen, door die bocht heen. En hier staat Vettel in de pitstraat met Albon. Is dat dan zijn tweede stop nu? Of ja, dat moet wel. Dan zie je dat het goed was dat wij buiten zijn gebleven en niet voor die twee stoppers zijn gegaan door de safety car. Normaal zou nu ongeveer de 25% race zijn afgelopen. Maar ik ben benieuwd wat er nu nog gaat gebeuren in de race. Want wij lopen inderdaad 2,4 seconden voor op Norris. Dat is eigenlijk de tweede auto. Dus ik denk dat wij hem gewoon nu naar huis gaan rijden, jongens. Nou, en hier zijn Kimmy en Perez in de pit. En dan staan wij op hun, jongens. We rijden vooraan in de verse lucht. En we zetten gewoon even de snelste ronde neer. Nou, we zijn echt een beetje aan het cruisen. Ik ben echt niet fully focus aan het stampen. Ik ben juist een beetje aan het proberen om de wear omlaag te houden en de bandenslijtage. Dus ik hoop dat dat allemaal genoeg is. En volgens mij lijkt het te werken, want de gap naar achter die blijft prima en we zetten net de snelste tijd neer. De auto wordt natuurlijk lichter. Maar ja, verder is er niet zoveel te zeggen, jongens. Het is nou, een beetje een eenzame race. En Norris, die is ook aan het stampen. Hij zet de snelste tijd neer. Maar hij is wel ingehaald door Hamilton. Dat vind ik niet zo fijn. Ja, en wij moeten ook weer wat meer gaan stampen, want Hamilton, die is op oorlogspad. Die wil graag onze plek hebben. En dat gaan wij natuurlijk niet toelaten. Dus wij gaan even weer versnellen en pushen. Nou, ik hoop dat Lando Hamilton nog kan aanvallen. Hij zit natuurlijk dadelijk wel in zijn DRS. Dat is super fijn. Hij moet echt uit mijn DRS blijven. Dus daar gaan we eventjes aan werken. Lando zet de snelste tijd neer. 2,1 seconden zit hij achter, maar Hamilton 2 seconden, dus hij zit ergens een tiendeel. Nee, Norris! Niet een issue met de auto. We hebben 2 podiumpjes nodig, kom op. Kom op, nee, hij valt terug. Nou, we weten 2 seconden van Hamilton af te blijven. Norris is al 4,6 seconden van ons af, dus die is aan het terugvallen nog steeds. Ik hoop dat ze het probleem snel kunnen fixen. Maar dit is niet best. Norris wordt nu aangevallen door Ricciardo en Bottas. Dat is voor het podium. Kom op. Engineers, fix die shit. Doe iets in de software. Ah, en daar gaat Norris. Ze zijn aan het vechten. Maar Ricciardo is er nu langs. Nou, wij hadden vorige keer probleem met onze gearbox. Norris heeft deze keer problemen. Jammer, jammer, jammer. En daar gaat Bottas ook langs Norris. Shit. Als Mercedes ons nou niet voorbij gaat in het coureurs. Of driver. Driver. Constructeurklassement. Oké, Lewis Hamilton heeft hammer time aangezet of zo. Hij gaat opeens een seconde per rondje sneller. Dus wij gaan ook weer even de stampmodus aanzetten. Oeh, 1,2 seconden. Bijna in de DRS, maar wij gebruiken even onze ERS en de fuel. De laatste druppels fuel die we nog hebben, die hebben wij even gebruikt. Final lap of the race. Lewis Hamilton zet 1,27,8 neer. Dat is snel hoor, dat is snel. Kom op autootje, doe het even nog de laatste ronde. Laatste ronde. Oh, hij zit in de DRS. Hij zit in de DRS. 14e. Oh my god. Hoezo is hij opeens zo snel?
Hoezo ben jij opeens hier? Doe even normaal, Hamilton. Vind ik niet leuk. 14e. Ah, ik heb het. 13e. We halen dit. Holy shit, hoezo kwam die mensen dichtbij op het einde? Wow. Maar wij hebben gewonnen. Let's go. Nou, en we hebben ons team blij weten te maken. We hadden natuurlijk die gridstraf. Maar we zijn teruggekomen. En hier doen we het natuurlijk voor. Eventjes juichen voor de eerste plek. En daar zijn we op het podium, jongens. Naast Hamilton en Ricciardo. Maar die beker, die hebben wij meer dan verdiend. En daar hebben we echt hard voor gestreden. We knallen die champagne open. Spuiten het over Lewis Hamilton. En gaan vanavond een feest vieren. En dan hebben we hier het resultaat. Wij van P9 naar P1. Hamilton P3 naar P2. Hier, Daniel. Die heeft ook goed resultaat hier. Bottas ook. Verstappen ook. Heel erg netjes. Dan hebben we Perez. Norris teruggevallen. Stroll Ocon. Russell ook teruggevallen. Kwiat, Sainz. Sainz van 22 en 12. Wauw. Kimi, Gasly, Albon, slecht gedaan. Vettel even slecht gedaan. Giovinazzi, Magnussen, De Vries, Latifi en Leclerc die is uitgevallen. Het coureursklassement is nog steeds super spannend. Want Bottas die staat maar 26 punten achter mij. En Hamilton maar 29. Dus het is nog niet gedaan. En Mercedes staat nog maar 13 punten achter ons als team. En dan hebben wij een puntje extra bij de rivalry met Sebastian Vettel. Ja, 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 ja. Als team gaan we weer lekker wat omhoog. En alle sponsorgoals zijn binnen. Dat is bijna 2 miljoen extra, jongens. Poho, let's go. De volgende keer is het tijd voor de race in Amerika. Wil je dat dan niet missen? Smash vanaf dat blauw duimpje omhoog, jongens. Abonneer als je nieuw bent. En doe het belletje aan, zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later.